Dit spel heet Dobbelkabouters van Selecta. Ook spel voor hele jonge kinderen. We hebben 56 kaboutertjes. En die kaboutertjes hebben allerlei kleurtjes kleren aan. Het spel is het leukst als je de kabouters eigenlijk als één grote chaos over de tafel verspreidt. Als het geordend is, is het ja, iets minder leuk. Wat we gaan doen, het is een beetje een kinderset. We gaan zo gauw, zo snel mogelijk een kabouter aanwijzen die bepaalde kleuren kleren aan heeft. En wat bepaalt nou die kleuren? Deze dobbelstenen. Dus ik gooi bijvoorbeeld deze combinatie. En dan moeten we dus een kabouter vinden die deze combinatie in kleertjes heeft. En dat maakt nu niet uit wat. Dus even op zoek gaan naar dit poppetje. Eens even kijken. Kijk, hier is die. Die heeft een paarse muts, een gele trui en een groene broek. Dus deze is goed. Dat is eigenlijk de hele oefening. Wie het met eerst aanwijst, die krijgt het kaartje. Degene die de meeste kaboutertjes heeft, die wint het spel. We kunnen het spel alleen ook versimpelen door bijvoorbeeld twee dobbelstenen te gooien. Dan heb je ook meerdere uitkomsten. En dan, als je dan met een groep kinderen zit, is dat ook, kunnen ze zelf een kabouter uitkiezen die bijvoorbeeld deze combinatie heeft. Maar we kunnen dus ook bijvoorbeeld een oefening maken met één dobbelsteen. Dat we een bepaalde kledingstuk benoemen. Bijvoorbeeld de muts of het broekje. En dan moet je dus een kabouter aanwijzen die bijvoorbeeld een roze broekje heeft of een roze muts. En dan er zijn er ook weer meerdere mogelijkheden aanwezig.